Hey, Bart Valkenier hier van MaakIetsMedia.nl en welkom bij deze Word Training. In deze video zorg ervoor dat iedereen jouw Word project ziet zoals jij dat hebt gemaakt. Dus, hoe doe je dat? Sla hem op als PDF. Check de hele training op MaakIetsMedia.nl/Word. Stel je voor, je hebt je best gedaan in Word en je hebt iets super vets gemaakt. Dan wil je dat natuurlijk gaan inleveren. Dat kun je natuurlijk doen als een Word-bestand, een docx-bestand. En dat is op zich prima, maar het kan soms zijn dat degene die jouw werk bekijkt een iets andere versie van Word heeft of weet ik veel. En dat de hele opmaak helemaal naar de gallemies is en dat het helemaal niet meer uitziet. En dat kun je dus voorkomen door op te slaan als een .pdf. Wat is dat? Nou, ik laat het je zien. Je gaat naar bestand en dan doe je gewoon bijvoorbeeld kopie opslaan. En in mijn geval ga ik dan naar OneDrive. En dan zet ik dat in de goede map neer en zeg ik hier, dit is Word opdracht 3, pimp je een menu. En dan hieronder, in plaats van dat ik hier kies voor docx, ga ik kiezen voor pdf. Dat staat voor Portable Document Format, maar dat mag je gelijk weer vergeten. En dan kies ik op pdf, Word opdracht 3, pimp je menu en dan opgeslagen als pdf. En nu klik ik op opslaan. En dan is er niet zoveel gebeurd. Want nu heb je dus het Word-bestand heb je dus dan gewoon opgeslagen. Dus ik heb hem nu opgeslagen als Word-bestand, want dat had ik al. Maar ik heb hem nu ook opgeslagen als Word opdracht 3 pimpje menu. En die heb ik hier eens in mijn verkenner staan. En ik open zo'n PDF, in dit geval in mijn Google Chrome browser. Nou, een PDF kan je ook in heel veel andere programma's openen, maar in dit geval open ik hem eventjes in mijn browser en dan zie je dit. Dus dit is nu jouw Word-bestand, maar dan als PDF. Nou, en wat valt je op? Je kan nog wel tekst selecteren of zo, maar je kan niet typen, je kan geen plaatje meer. Je kan hem eigenlijk gewoon niet meer bewerken. En dat is heel erg top, want dan weet jij zeker dat als jij jouw opdracht naar je docent stuurt, dat hij of zij precies hetzelfde ziet als dat jij ook zag op jouw scherm. Dus dat het er vet uitzag. Bam. Nou, maar je denkt, ja, maar oh, ik wil nog wat aanpassen. Ik wil toch nog wat bewerken, want het plaatje staat op de verkeerde plek. Heb je een typfout gemaakt of zo? Dat kan altijd. Maar dan moet je gewoon het Word-bestand openen, dan weer bewerken en dan weer opnieuw opslaan als PDF. Dus opslaan als PDF, dames en heren. Super handig en dikke aanrader. Doe dat!